Ladies and gentlemen, de tweede en laatste kamp van vanavond, de lichtgewicht mannen! En dames en heren, in de blauwe hoek, een flik waar zelfs ik schrik van heb. Met zijn arm ter wet wil hij vanavond serieus wat lappen uitdelen. Hier is Anders! Ruitert voetbalveld voor de ring, dames en heren. Maar kan hij ook hier scoren? Hij kan boksen als in de beste films. Hier is Oscar Willems! In de blauwe hoek met de blauwe boksuitrusting Andy Peelman. Met zijn 34 jaar, 6 jaar ouder dan zijn tegenstander. En met zijn 1,76 meter, 7 centimeter kleiner. 1 kilo lichter ook. Hij wordt gecoacht door Jurgen Haak. En aan de andere kant Oscar Willems, 28 jaar, in rode boksuitrusting. 1,83 meter zoals gezegd, 77 kilo. En in zijn hoek staat zijn coach Daniela Somers. Klaar voor een partij van 3 ronden van 90 seconden tussen Andy Peelman en Oscar Andy Willems. Luister dan maar. Kijken. Ik sprak met jullie in de kleedkamer. Ik verwacht jullie een sportieve kamp. Als ik stop zeg, elkaar niet meer slagen. Als ik break zeg, een stap achteruit. Ik wil geen slagen zien in de rug, geen slagen in de nek. Oppassen voor jullie hoofd. Oké? Okay? Good luck. Ja, Oscar heeft duidelijk het fysisch voordeel. Groter, langere armlengte. Oscar heeft ook nog geschermd. Ja, dat is een voordeel. Dat kan ook een voordeel zijn, vuistschermen, als het daarop aankomt. Maar aan de andere kant, Andy heeft verdedigingstechnieken gevolgd. Hij is ook een man die zonder enige voorbereiding een marathon heeft gelopen. Verder ook voetbal en squash, dus sportief. Ze staan allebei scherp natuurlijk, dat zie je meteen. En een hele goede eerste minuut, denk ik, bijna wordt dat. Ja, gelijk opgaande. Gelijk wedstrijd. Opgaand. En ze proberen inderdaad met combinaties links, rechts. Ja, goede combinatie van Oscar. Heel even vergat Andy dat hij ook nog verdedigingstechnieken heeft gevolgd. Want hij liet zich toch in totaal in de vernieling drukken eventjes. Maar daar komt hij opnieuw. Inderdaad. Ja, mooie rechter. Heel goed gedaan. Mooie linker nu terug. En terug de aanval van Oscar. Ja, het is slag om stoot, dat zie je. Oscar, misschien iets meer beredeneerd. Ja, ja. Kijk, je ziet hem met de ogen volgen wat zijn tegenstander allemaal van plan is. Kijk, Andy toch in een goede aanval nu. Hij maakt de wedstrijdmoment. Heel goed geprobeerd, die rechtse die uit het nieuws kwam. Maar heel even heeft hij zijn dekking verwaarloosd. En wordt nu van de ene hoek naar de andere geslagen door een ontketende Oscar. Mooie tegenaanval van Oscar onmiddellijk. Ja. Hij is een perfectionist en dat zie je ook natuurlijk. En allebei hebben ze te verstaan gegeven dat ze niet genoeg hebben kunnen trainen. Ja. Mooie ronde hier. Zeer goed begin. Niks, een zonder ronde voor u. Dat is wat ik bedoel mee. Geduld hebben en op de juiste moment. Drie fantastische acties, genoeg voor de ronde te pakken. Meer moet dat niet zijn. Oscar, meer moet dat niet zijn. Veel sneller uit lijn gaan als hij aanvalt. Ja. En probeert meer
in, en uit. Je zet gespannen. Probeer relaxed. En als hij aanvalt, direct, bam, bam. Direct opzij, direct opzij. En loopt door, en loopt hem weg. Gaat ernaast. Altijd, naast, naast. Af en toe is chargeur, dat heb ik gedaan en dat waren drie goeie acties. Bobokom, terug, nog eens. Ja. Netjes, hè? Ja, het was een zeer mooie ronde. Maar je ziet toch wel dat ze allebei redelijk goed getraind hebben, ja, goed zeker, voorbereid zeker zijn. En dan toch rekening houden met het feit dat het een eerste partij is in één maand tijd. En ze hebben allebei wel te verkennen gegeven onvoldoende voorbereid te zijn. Maar als ik vergelijk met de gevechten die we al gezien hebben, een is dit beste wel een van de beste partijen. Ja, kijk hier, zeer goede actie van Oscar. En tegenaanval onmiddellijk van Andy. Ja, kijk, die mooie rechter. Er was geen moment van afwachtende houding. Nee, erop. En zeer beredeneerd aan beide kanten. Altijd actie. Ronde! Mooie wedstrijd. Ja, ja, mooi. Ja. Mooi. Andy, ja, prachtig rechter. Ja, daar kan de spitsbroer het even mee stellen. Ja, dan moet hij vertrouwen. Ja, terug. Ook verkeerde draai. Ja. Niet pakken, hè. Niet vastpakken. Ja. Haalt hij vertrouwen? Het heeft bloed thuis voor Oscar. Ja. Dat kan in een Sparta spelen. Kan de ademhaling bemoeilijken natuurlijk. Mooie en ook terug. Een extra adrenaline stoot voor de man in het blauw. Zeker en vast. Stop, stop! Niet vastpakken. Niet vastpakken. Okay? Ja. Ook voor die boksen nu van Oscar. Beetje paniek, normaal natuurlijk. Ja, het is voor allebei de eerste wedstrijd. Ja, Andy, maar wat je wel ziet is dat Andy zeer goed voorbereid. Ja. Ja, mooi, terecht. Jabs en dan ineens, ja, hij is zeer gevaarlijk met die rechtse. Ja, zeer goed. Zeer goed, Andy. Ja, mooi terug. Mooie tegenaanval. Ja. In de tegenaanval, zonder enige dekking. Ja. Volle opengaarde erop los, maar het sorteert effect. Met succes. En Andy terug, ja. Ja. Hij wordt blijkbaar nog niet te veel gehinderd door die bloedlip. Niet draaien, ja, dat hebben we al een paar keer meegemaakt. Ja, maar het is een bijna spontane reflex. Ja, beginnersfoten, hè? Ja, dat is een mechanisme dat je maar ontwikkelt in de loop van de tijd. Ja, mooi. Ja, mooie combinatie. Mooie combinatie, maar helemaal uit evenwicht. Ja, zeker een ronde, denk ik, voor Andy. Hè? Voor Andy, ja, ja. Ja, ja. Ongetwijfeld. De meest agressieve. Ja, en het meest succesvolle. Ja. Hij is kapot. Neemt de laatste ronde nu in handen, hè, jongen. Kom aan, hè. Neemt de laatste ronde in handen. Het is zijn bloed die op u zit. Kom aan. Als je klaar bent, weg. Matrix, help niet. Bom, bom, weg. Ja? Niet voor mij. Hebt hem, hè. Hebt hem, hè. Mentaal, hebt hem. Pakt hem. Maak het af. Oké? Okay? Deze is goed, hè. Zeker. Nee, nee, nee. Nee? Niks aan gedaan. Niks aan gedaan. Nee, niet meer. Nee, niks aan. Trek die gasten naar over. Hey, deze moet over onder zijn. Deze moet over onder zijn. Oké? Okay? Ja. Kom op. Even alles op alles. Moet wel eerlijk zeggen, geen toeval dat Andy Treu bij Jurgen Maak is. Ik ja, dat is zo. Ja, ja. Heel goed bokst en zeer goed gecoacht. En ook nu tussen de ronden krijgt hij nog wat extra consignes, extra richtlijnen. Ook de minimum, dat zie je, moet vooral rustig blijven nu. Ja, ook Oscar zeer sterk, zeer moedig. Hij doet zijn best, het is nog altijd niet beslist. Wat je dus wel kunt zeggen, dat is dat zelfs al is hij in moeilijkheden, dan toch slaagt hij erin om weer weg te geven. Ja, op een bepaald moment komt hij mooi terug uit de moeilijkheden. Het is eigenlijk een zeer mooie partij. Twee zeer mooie ronden. En het is nog altijd niet beslist, want er kan nog veel gebeuren in de derde en laatste ronde. Ja. Wie die ronde wint, wint de wedstrijd. Ja, mooi terug van... Zeer goed weer. Combinatie van Andy. Ja. En Andy blijft kijken. Laat zich niet in de verdrukking boksen. Zeer goed uit de touw. Alweer raak. Zeer goed uit de touw gekomen. Ja. Ja, mooi linker terug. Telkens weer raak. Terug. Hij houdt zijn dekking niet hoog genoeg, Oscar. Nu wel. Maar van het ogenblik dat Andy inkomt, gaan die dekking naar beneden. Kijk, mooi linker terug. Dwars door de handschoenen in. Mooi linker en rechter. Ja, hij voorspelt duidelijk de regie, maar nu, kijk, voilà. Dat is ook het spannende natuurlijk, maar iets te onbesuist. Ja, mag niet, geen reverse. Mag iets niet, te onbesuist. Mag niet de arm terugkeren. Hè. Time. Oké. Okay. Time, en daar zullen beide boxers niet ongelukkig mee zijn. Nee.
Ja, Andy terug. Offensief mooi tegenaanval van Oscar. Ja, oeh. Ja. Link rechts. Twee. Drie. Ja, terecht geteld. Vier. Vijf. Geen ongelukken. Die hele opleiding en die verdedigingstechnieken die waren erop gericht bij de politie om de mensen geen pijn te doen. Maar dat is hij blijkbaar eventjes vergeten. Ja, weer raak. Linker terug, ja. Ja, wint duidelijk. Ja. Extra punten voor die telling natuurlijk. Al voor de mensen thuis, dus het feit dat hij geteld is, geeft een extra punt. Ja. Dat geeft twee punten. Twee punten. De laatste ronde. Maar ja, er was al geen twijfel mogelijk, denk ik. Duidelijk overwinning. Zeer duidelijk overwicht, drie ronden lang. Ja. Dat er zijn, kunnen misschien... Oscar heeft zijn best gedaan. Ja, we kunnen misschien één ronde gelijk geven, maar dan nog altijd drie punten voor Andy. Absoluut. Ja, ja. Zeer, zeer mooie wedstrijd van Andy. Absoluut. Die tegenstaande fysisch benadeeld is iets ouder, iets kleiner. Ja, en dat goed lachse dat hij laat zien tijdens de trainingen, dat was hier volledig weg. Hè? Ja, zeker, zeker. Maar hij was geweldig geconcentreerd. Maar ik heb hem ook gezien voor de wedstrijd. Hij was zeer, zeer geconcentreerd. Een beetje te nerveus, maar komt dus een goede spanning. Voor de wedstrijd was hij zeer nerveus. Ja. Maar in de loop van de partij is dat toch veel verminderd. Maar het is positief gekomen zijn. Absoluut, ja. Zeer mooie partij. Echt een van de beste partijen. Hij had aangekondigd, ik wil tot het uiterste gaan, tot ik erbij neerval. Hopelijk niet letterlijk dan, maar tuurlijk. Dat is in geen enkel moment is daar sprake van geweest. Hè? Dat wordt een mooie finale tegen zich. Ja. Ja. En de winnaar van deze kamp bij de lichtgewichte heren is geworden...